de andere fracties gelegenheid geven om hier een standpunt over de duidelijkheid. Wethouder, uw cijfers kloppen niet. Want wij hebben andere cijfers. Ja, dan bedoel je op die ongelukken. En ik zal er mijn tweede vraag meneer aan toevoegen. Ik vind het natuurlijk gek dat ik dat jarenlang bestuurde het Drentse Boek dan in Nederland gebruik. Maar Jan, over de verbreding van de fietspad aan de westkant. Dan met die mensen die aan de oostkant van onze veld woont, hoe dan ook de rigo's niet over. In voorstel van plaats Blankbassel, dat de mensen dan in het dorp zelf achter die bodem overstuurt naar het fietspad aan de westkant en dan het fietspad aan de oostkant, dat stuk dat dan weer 16 liter bruto. Dat was de planning. Maar goed, dan zitten we al in uitvoeringswerk, maar laten we eerst maar eens kijken naar de kosten. En dan, en het andere, wat die ongelukken betreft. In de eerste beantwoording van het college van de wethouder werd aangegeven, nee, vanaf oktober 2008 ben er maar 2 ongelukken geweest. 3 vrij ernstige ongelukken met lessen ben ik zelf bij geweest. En dat was alle 3 keer op vrijdagavond. En de rest... maar niet bij de truck geweest. Maar dan waren er in ieder geval 3 van de zeven. En de informatie heb ik in ieder geval van bewoners die de kort bij wonen, die zegt van 2 jaar. Ben er volgens ons inzicht in ieder geval 7. Voorzitter. De heer Steenberg, mag ik meneer Loof hier even een vraag over stellen? Want ik val van verbazing een beetje van mijn stoel af nu, want hij geeft nu aan dat die 2300 handtekeningen die er ingezameld zijn, eigenlijk geen enkele waarde voor de PvdA hebben. En daar schrik ik echt van. En wij zijn ook voor verbeteringen. Dat moet u aanspreken, want dat zegt meneer Alpen net in misschien iets andere woorden ook. En dat hoor ik de heer Loof nou ook zeggen. En u gaat klapt er gelijk overheen. En u zegt 2300 handtekeningen. Ik vind dat, nou ja, met alle respect, dat zijn uw woorden. Maar wij delen ze niet als Partij van de Arbeid. En ik vind ook, nou ja goed, en kijk ook naar de voorzitter, dat dat eigenlijk hier niet in deze raadzaal hoort, hoor, zulke woorden. Daar wil ik toch wel even kort op reageren, want... Meneer Loof zegt van, we willen de situatie aankijken, er is geen wenning, het komt wel goed, zo brengt hij het eigenlijk. En u zegt nu van, wij gaan er wel naar kijken, we gaan de verbeteringen aanbrengen. Dus daar zit weer een verschil van mening. Nee, meneer Loof zei net de laatste regel, en die heb ik hier, wij bedoelen het verhaal, dat bespreken wij ook. Wij zijn alert op verbeteringen, dat heeft hij letterlijk gezegd, dat staat ook op de geluidsband, dat komt in notulen, kunt u ook nalezen. Nee, dat zei hij ook niet, maar u concludeert, voorzitter, nog even toch in de richting van de Rens, concludeert toch wel... dan gezamenlijk met gemeente Belangen en de VVD. Dat u ook de andere zaken, zoals het vrijliggende fietspad aan de westzijde, de kosten van de tunnel, dat u die vraag deelt met in ieder geval de VVD en gemeente Belangen. Maar meneer Alker, dat gaat toch niet? Het is niet zo moeilijk om samen dezelfde vragen te stellen. Ik zal het op prijs stellen. Het is veel moeilijker om samen dezelfde antwoorden. Meneer de voorzitter, ik zal het op prijs stellen dat in ieder geval de heer Reinders een antwoord geeft op mijn vraag. Want ik denk dat we elkaar daar al in de redelijkheid hebben gevonden. Ik hoop op termijn in een situatie te geraken dat we als raad en college met de inwoners van Oldenzaalveld kunnen constateren dat wij een veilige situatie op de Rigose Dijk gekregen hebben. En met mij bent u dan van mening om daar met elkaar een goed beeld van te hebben, dat wij in ieder geval ook de vragen die wij gesteld hebben in het beeld krijgen. Wat de kosten zijn, wat verantwoord is, er komen heel verhalen achter, maar dat we in ieder geval inzichtelijk willen hebben voordat we verder kunnen spreken. Akkoord. Voor het plan van de heer Okken, laat ik het zo maar even zeggen, het initiatief van de heer Okken, is het college naar de raad gekomen. En de raad heeft er toen wat van gevonden in maart 2007. En ik mag eigenlijk wel constateren dat de meest enthousiaste en de meest lovende woorden voor dat plan toen van de heer Okken kwamen. Voorzitter, dan mag ik in ieder geval de heer Vos toch even appelleren op de notulen van die vergadering. Ja. Gemeente Belangen is content dat de wethouder voortvarend heeft gewerkt aan de oplossing voor het probleem waar zijn fractie aandacht voor heeft gevraagd. De plaatselijke belangen van Hollandseveld, Elim en Nieuwlanden staan achter het voorstel. Zijn fractie stemt in met het voorstel. Hij vraagt nog aandacht voor, nou dat zijn die dingetjes waar u nu bij de uitvoering terecht, markering, borden, verlichting, dat soort dingen. Met de tevreden mens, zou Willem Ulling bijna zeggen. Met de conclusie, voorzitter. De contente mens, ja. Voorzitter, mag ik daar even aan toevoegen? Met de conclusie dat wij
op dat moment om afgaan op de informatie die we als raad kregen, dat wij afgaan op de adviezen die we kregen. Wij zijn als raad geen verkeersdeskundigen. Dit voorstel is unaniem aangenomen door deze raad, niet meer, niet minder. Nee. Nu komen wij, althans in ieder geval wij als fractie van GroenLinks Belangen tot de conclusie dat het niet heeft uitgewerkt zoals het had moeten zijn. Wij geven dat in ieder geval ruidelijk toe. Ik hoop dat de andere fractie dat ook nog doet. En, meneer Okken, wacht even. Voordat u mij gaat vragen welke vragen u van uw vragen onze fractie interessant vindt. Vraag 1 en 3 vinden wij dus zeer interessant. Want op grond daarvan kunnen wij misschien als raad beslissen om een fietstunnel een keer over te hevelen naar de lijst van projecten naar de Geuze. Even, als het mag, een korte reactie op de heer Vos. De heer Okken. Dan denk ik, en daar tipt de heer Mes daar ook al aan, en de heer Vos die begint de moed door te krijgen, dan is het van belang. Dan is het van belang om te weten, toen wij dus die discussie in 2007 hadden over de aanleg van de circus, was het nu Rijkswaterstaat die de zaak tegenhield door te zeggen van het mag niet, het kan niet, of waren er andere motieven? Steeds blijft dat bij de A37 het niet mag, maar dat er geen enkele reden zou zijn om het ergens anders niet toe te passen. Alleen de vraag is hoeveel gaat dat kosten? Meneer de voorzitter, voor om de zaak duidelijk te krijgen, dan bedoelt u dat Rijkswaterstaat heeft gezegd niet direct aan of naast de A37. Dat beroemde mailtje van onze afdeling van 24 mei 2007. In die discussie is dan niets veranderd. Dat bedoel u dan eigenlijk te zeggen? Ik heb dat mailtje niet zo voor ogen. Ik probeer aan te geven dat wanneer je het hebt over die fietstunnel er twee situaties zijn. De ene situatie naast de N37 en de A37. Die is en blijft onacceptabel voor Rijkswaterstaat, maar een tunnel op een ander punt is ook niet aan Rijkswaterstaat om daarover te oordelen. Dus is aan ons met z'n allen, zeker de provincie of wij alleen, om daar een oordeel over te hebben. Dus even iets voor mijn duidelijkheid. Ten opzichte van... Wie gaat er nou over zo'n tunnel? Wij. Rijkswaterstaat heeft niks meer nodig. Als u een tunnel aan wilt leggen op de plek van waar we het nu over hebben, dan heeft u daar Rijkswaterstaat niet bij nodig. Okay. Maar voorzitter, dan begrijp ik toch. Mag niet doorgaan om mijn betoog eerst af te maken zonder dat ik steeds op elk klein dingetje. Nou, ik vind, omdat het nu, u hebt nu over de tunnel en de discussie met Rijkswaterstaat, en ik vind dat dat moet helder worden. Dat is toen aangegeven, toen in die discussie in 2007. Maar toen is dat gebruikt als argument om te zeggen, dus stop daar de discussie maar, wij gaan voor het volgende plan, en dat is wat nu uitgevoerd is. Dat is dan toch de constatering. Ja, maar daar komen andere dingen bij kijken, namelijk dat we toen ook gezegd hebben, dat zou je betekenen dat je dat in de begroting van een 4-jaar cyclus zou moeten opnemen,